Ik kom vandaag even een handje helpen. Oké. Waar ben jij? Hallo. Hey, hoi. Martijn. Wie ben je? Martijn. Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de Gierige Gasten. Mijn naam is Niels, Martijn staat achter de camera en ik sta hier naast... Fabienne. Fabienne. En Fabienne heeft ons een reactie gestuurd onder de video dat zij... lekkere gratis koffie wil. Sowieso, het is hier heel slecht op kantoor, dus ik wil betere koffie. Ja. Want jullie hebben hier filterkoffie. Filterkoffie. Gadverdamme! In deze tijd! Daarom. Hoe dus, dan? Wat gaan we eraan doen? Nou, ik kijk Martijn even aan. Ik denk dat wij wel een maniertje kunnen vinden hoe we lekkere gratis koffie kunnen fixen, toch? Zeker. Gaan we dat doen? Top. Bam! Thanks. Dus Niels, waarom staan we in deze kou? Nou, omdat er sinds vandaag een geweldige pop-up store is waar ze lekkere koffie verkopen. Zeker. Ik dacht... daar kunnen we wel wat mee, hè? Ja, pop-ups is eigenlijk altijd een en al chaos. Iedereen werkt voor het eerst, iedereen is nieuw. Dus ik denk, als ik me morgenochtend aanmeld als een nieuwe collega, dat ze dat wel geloven. Dan ga ik jou niet laten betalen. Spaar je het op, geven wij een kan lekkere koffie aan onze lieve... Fabienne heet ze. Heel goed. Oh, jij wist het er weer. Zij wist het weer. Hij wist het weer. Anyway, we moeten alleen nog even achterkomen hoe laat jij morgenochtend moet beginnen. Goeie, kom niet te vroeg. Ik vrees het eerst voor jou. Koffie betekent vaak wel vroeg opstaan. Ja. Daarvoor is koffie er. Nou, ga je ding doen dan. Oké, ik ga nu. Doe je nog. Doei. Hi. Ik vroeg me af, morgen vroeg moet ik voetballen. Vanaf hoe laat zijn jullie open? Vanaf 8 uur. Vanaf 8 al? Ja. Helemaal top. Dan kan je nog even een bakje mee. Nou, dat is top. We doen maar 8:30. Nou, dat komt helemaal goed. Zie ik je morgen. Hey, later. Yo. En zo geschieden. Nu staan Martijn en ik de volgende ochtend heel vroeg. Om de hoek van het steentje. Heel vroeg. Martijn, jij gaat doen alsof je daar werkt. Ja. En jij gaat bij mij koffie bestellen en die stoppen wij in deze... koffiekan! Koffiekan. Kan het? Het kan. Het kan. Let's go. Ik denk dat Martijn er geen zin in heeft. Omdat hij niet zoveel van werken houdt. Het is een verwend gooien slikkertje. Het is gewoon confronterend dat je nu in één keer achter de bar moet staan. Ja. Daar ben je natuurlijk 2 maanden geleden mee gestopt. Daar ben ik eindelijk een maand vanaf. Kon eindelijk leven van die views. Ja. En we're right back. Yes, right back. Slip en slaan. Hoe ga je het aanpakken eigenlijk? Want je gaat gewoon zeggen, ik kom hier werken? Nee, het is gewoon van, hey, ik zal me voorstellen. Okay. Zo, hey, je hoeft niet zo, we zijn collega's hè? Ja, okay. Jij bent de andere. Het is gewoon van, hey jongens, kom jullie versterken, Martijn. Waar kan ik omkleden? Dan kijk wel, we go from there. En hoe ga jij mij al die shit gratis geven? Ik doe steeds... Jij doet alsof je geld geeft. Ja, oké. Maar dat geef je natuurlijk niet. Nee, dat snap ik ook wel. Dat is raar. Een gierige gast. Tuurlijk, gast. Hey guys, hey. What would you like? Nederlands? Ja, ik spreek Martijn. Kom jullie helpen. Waar kan ik mij verkleden? Dat is een goede vraag. Ik denk Farah. Zij is ook Nederlands, zij kan Farah. Oké. Ik kom vandaag even een handje helpen. Oké. Waar ben jij? Hallo. Hey, hoi. Martijn. Wie ben je? Martijn. Martijn. Ja. En jij bent van? Ik was hier een paar dagen geleden ook. Voor de koffie, ja. Ben je was een van de freelance baristas? Ja. Ik ben een van de freelance baristas. Oké. Do you give him a shot? Yeah. Yeah, and I think they're like dividing a bit. Hallo. Hi. Farah. Martijn. Nederlands? Ja. Gezellig. Ik kom een beetje bijspringen. Oké. Je bent ook een barista? Ja. Oké, tof. Ik zou niet dat er nog een barista kwam. Nee, nog een. Ja, oh, jullie wisten helemaal niet dat ik kwam. Maar is dat dan via Lina eigenlijk? Ja. Oké, komt goed. Jongens, jullie kijken van hallo. Hallo. Collega erbij. Ja jongens. Gezellig man. We werken eigenlijk altijd met een dubbele shot. Oké. We gebruiken alleen deze dus. Ja. En koffie, dat melden we waarschijnlijk hier. Hoppa! Doe ik al iets? Ja. That'll be €5. Ik ga mijn eerste koffietje bij hem halen. Ja, ik moet doen alsof ik een muntje in zijn hand duw. Maar uiteindelijk geef ik hem helemaal geen geld. Ik ben heel erg benieuwd hoe vaak we dit trucje kunnen doen. Want we moeten een hele kant vullen. Meneer, wat kan ik voor je doen? 1 koffie alsjeblieft. 1 koffie? Yes. Vroege vogel. Wat zeg je? Vroege vogel. Ja, ik. Ja, klopt. Ik moet zo voetballen. Lekker. Voetballen op maandag. Ja, even trainen met het team. Op maandag. Ja, klopt. Uit. Zal ik bij jou afrekenen? Ja. Wat gebeurt daar dan? Hier gaan mee. Dankjewel hè. Hey, alsjeblieft. Yes. Hè? Ik moet zeggen, Martijn, dat het heel sneaky. Die leidde even iemand af. Wat er ook gebeurde dan? Nee, ik dacht net dat iemand die precies probeerde te nakken, maar... Ja, is die niet van jou eventjes? Nee man. Ja. Het gaat hierin. En hij is leeg. Oké. Okay. Ik ga denk ik voor mijn tweede koffie. Ik heb energie nodig. Zou ik er nog eentje mogen? Tuurlijk, jongen. Je hebt er zin in vandaag. Het is oprecht hele lekkere koffie. Wil je niet voetballen? Nee. Nee, de training is afgezegd. Oh, is hij nu alweer op? Ik heb weer zin in koffie. Tinnen. Ik word al niet erg wakker. Mag ik nog één... twee koffie? Ik doe maar twee koffie. Twee koffie. Ja. Ik moet het nog precies 10 keer voor een volle kant. Weet je wat ik ga doen? Ik ga doen alsof mijn voetbalelftal allemaal koffie nodig heeft. Dan hebben we in één keer heel veel koffie. Oh, in één keer 10 koffie? Ja. Juist. Yo, ik sta nu bij een koffietentje. Willen jullie allemaal koffie? 8 koffie? 9. Oké. Okay. Mag ik 9 koffie? 9 koffie? Ja, er komen wat vrienden aan. Hebben wij 9 koffie voor deze man? We moeten dus wachten hier op een pleintje, het verzamelpunt. Dus, oh, dat is wel lekker koffie toch? Ik denk, nou, dan haal ik wel even koffie voor de boys. Ik had hem al betaald. Ik dacht de laatste 3 toch? Oh, nog één. Ja, top, dankjewel. We kunnen hier niet te lang blijven staan, want dan heeft echt iedereen door dat mijn vriendengroep helemaal niet komt opdagen. Dus we moeten dit even heel snel en sneaky doen. Het is ook druk, dus ik zou het oké, bam. Hoi. Hi. Mag ik jullie vragen wat jullie komen doen? Ja, wij... we zijn ook aan het filmen en zo. Ja, klopt. Hey, we hebben we zijn een soort... Ja, schoolproject, documentaire over mijn voetbalelftal aan het maken. Okay. En ik heb nu wat koffie gehaald voor de jongens. Okay. Dus ik ga dat in een kan doen en ik breng het naar de voetbalclub. Oh, oké. Okay. Ja. Ik denk anders gaan jullie dat weggooien. Het is een beetje zonde. Oh, nee. Minder CO2 te uitstoten en dan gaan jullie alles weggooien. Ik snap hem, Okay. Nee, ik heb er gewoon niks voor betaald en ik ga naar een voetbalclub. Dus, okay. Maar dan heb ik het in deze warme kan. Oké, okay, dan is het goed. Ja? Oké, okay, ja. Nee, maar dat is. Oké, dankjewel. Nou, laten ze ervan genieten. Dat komt helemaal goed, Dat betekent dat ik nu ongestoord deze kan vullen met koffie. Hé, hij zit vol jongens. Kijk eens. Kijk eens, tot de nok. Tot de nok toe vol. Nou, deze gaat erop. Het leuke is... dat ik nog een kan heb. Hup. Huppa. Denk je dat ik Martijn nog zover kan krijgen om nog 1 of 2 bekertjes te fixen? Ik denk dat Martijn heel hard aan het werk is. Dat heeft, toch? Ja, we kunnen ook natuurlijk gewoon terug naar dat kantoor gaan en laten Martijn hier werken. Misschien is dat een heel goed idee inderdaad, juist? Hij heeft het volgens mij opzienbarend leuk. Ja. Yes, Fabienne. Yes, kijk daar eens. Ben jij eindelijk. 2 volle kannen met koffie. Oh jee. Voor jou en je collega's. Ik ben benieuwd. Ja, is het gelukt? Het is gelukt. We hebben het gratis meegekregen. Okay. Met pijn en moeite, maar ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Volgens mij is het hartstikke lekker. En een koffietje voor mevrouw. Nou, ik denk dat je collega's zichzelf wel kunnen helpen, toch? Tuurlijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, en dan proosten we en dan zeggen we... Cheers. Cheers. Hey, heel erg bedankt voor je wens. Ja. Aan alle kijkers thuis, als je een wens hebt, zet hem gewoon even in de comments. Doen. Dan gaan wij hem op een gierige manier voor je fixen. Waar kunnen ze Fabienne volgen? Instagram, @FabienneOwn. Hey, nou bedankt. Tot volgende week. Ciao. Als je moet plassen, waar doe je dat? Ja? Oké, ik ben hier helemaal klaar mee. Wat is mijn jas?